Bianca Pander, de laatste dag van het festival. Ja, hoe is het voor u? Ja, supergoed. Nou, initieel lastig begin op tongs, hè, en wat ingewikkelde gesprekken vreed met de gemeente. Hebben we eigenlijk samen met de gemeente oplossingen gezocht hoe we toch het festival tot 3 uur terug zouden kunnen laten gaan. En dat is eigenlijk heel goed uitpakt. Just doen weer het feestje op het strand, fantastisch. En iedereen ging hartstikke blij naar huis. Dus, en er werd goed gereageerd op het programma, dus we zijn eigenlijk heel blij hoe het ouderen is. Al een keer. Wat is nou precies de oorzaak dat het, tongs je ophouden moest? Nou, de gloed wie te loert in de tinten. En ja, wij willen eigenlijk dat de gemeente handhaaft op referentiepunten buiten het festivalterrein, waar de oerles veroorzaakt werd. En de gemeente handhaafde in de tinten. Die zou je hem daar hoe de libinten hennen. En nou, daar ging het gesprek eigenlijk hoor. En op een gegeven moment wie we te heeg gaan, dan moesten ophouden. En driegen er toen dan meer? Nou ja, dat driegen het toen op dat moment in de 12 waarschuwingen kregen. En de tredde, dan krijg je een dwangsom opline. En toen heb ik besloten van nou, dat willen we net. Dus toen heb ik stilline. En ja, hoe is het toen verder gegaan? Want toen ben je dus maar in gesprek gegaan met de gemeente. Ja, klopt. Hè. Samen met de gemeente om tafel zitten, vreed. En we hebben eigenlijk alle mogelijkheden samen verkend. Dat we aan zich een heel goed vriendelijk gesprek van hoe kunnen we nou zorgen dat het festival toch maximaal kan draaien. Binnen de kaders die er helaas binnen. Door al die juridische procedures die Groene Ster Duurzaam steeds aanspant, is het heel ingewikkeld worden. En nou, toen ben we samen tot het besluit gekomen dat we grote gasthuizen, hoofdtinten, net meer zo'n gebruikje na 1 uur, jongens, want daar ligt het grootste probleem. En dat we vooral op het strand in de oren tinten, jongens, nog feestjes konden houden. En zo hebben we het aanpakt, het hele programma aanpast en dat naar buiten gebracht. Wie het werkbaar? Ja, het wie werkbaar, maar het is net ideaal. Dus het is heel erg behelpen met een merk zo dat na 1 uur dus een heel groot gedeelte van het publiek jaren naar huis gaat. Omdat het gewoon, ja, normaal is dan een groot feest in de tinten. En dat is er nou net. En dat mist wel ik in de omzet bijvoorbeeld. Dus, maar het wie werkbaar en ik ben heel blij dat we er samen zou uit binnenkomen met de gemeente. Ga je me nou wel zin om ons, hè? Nou, het moet wel echt weer op naar de tekentafel gaan. Want op deze manier, als deze kaders bloeien besteden, zouden ze nou binnen, is het voor u heel ingewikkeld om een weekendfestival te maken. Want meestal kom je hier gewoon voor een weekend lang feesten. En zeker meestal van buiten Friesland en Grains. Die kom je gewoon maar een weekend heen en wil gewoon tot jongens let feesten. En ja, dat kan op deze manier helaas net. Hoe maakt het nou verder? Ja, we moeten wat ik zie, volgens mij moeten we gelijk na dit festival heel goed evalueren en Shen maar de gemeente van hoe kunnen we ondanks al die juridische procedures weer even gewoon terug naar de basis. Waar gaat het nou om? Wij hebben een mooi feestje, we hebben burn die willen we net lastig vallen. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die burn net geen les van ons hebben, maar dat wij wel op ons eigen terrein een goeie festival kunnen maken. Kom je hem daar uit, Hengst? Het wordt ingewikkeld, maar de gemeente is echt, ja, die wil ik heel graag dat wij hier bloeien en dat wij hier dus het festival kunnen organiseren. Dus ik hoop dat we eruit komen. Ja, dan weet ik nog eigenlijk toch wat klachten door de bierglazen, een euro het glas. En ja, dat vond ik meestal wel wat duur. Hoe zit dat correct? Nou ja, wij willen een festival wat zo duurzaam mogelijk wil wezen. Dus we willen geen wegwerpbekers, hè. Dus hebben we een euro statiegeld. Nou, van euro, moest een beker kopen voor een euro. En dan kun je steeds als een bierke kopen, moest we een beker inleveren. En dan kost een bierke gewoon 12,65. Maar meestal litten die bekers oerels slingeren of jou het aan vrienden mooi. En dan moet ze steeds weer naar je beker kopen. Maar ja, het systeem is, dan kopen ze 1 keer een beker. En dan, maar dat snappen meestal net helemaal. Dus dat geeft volgend jaar toch wel eens aan. Toch een conclusie naar dit festival. Ja, zeer moeizame start. Ingewikkelde normen die we met de hand haven. Maar verder echt, ik ben super gruts op wat we hier wel zetten, Maisonal. En heel gruts op ons team en ons publiek, die ik massaal toestromen nog uit heel jouw. Dus het is, ja, ik ben blij het vrouw. En je wil verder? Zeker, ja, we gaan verder in jouw.